Zo plaatselijk die graszoden moet je verwijderen, plaggen of schrapen. En wat dan ook nog een mogelijkheid is, en dat gaan we allemaal proberen in verschillende proeven, is heidemaaisel van de hei, maar echt goede heidemaaisel, om dat hier weer op die geplagde vlakken terug te brengen. En dan ga ik ervan uit, en dat gebeurt ook altijd, dat de heide na een jaar of twee, drie terugkomt. Een jaar of twee, drie, oké. Ja, je moet eventjes hier doorheen kijken. Nu is het een rotzooi, maar die grote tophout, dat wordt allemaal verwijderd. En nou ja, dan gaan we dus plaatselijk plaggen. En die heide doet dat niet aan zichzelf, denk je? Ja, maar dan denk dat je er 25 jaar over doet. 25 jaar, oké. Bij wijze van spreken. Ik bedoel, we zijn een beetje ongeduldig als natuurbeschermers, dat is bekend. Mm-hmm. Dus als je hier, en we gaan trouwens ook steenmeelproeven doen. Dat zijn proeven waarbij we mineralen in het systeem brengen, want de heide is in principe een heel arm ecosysteem. En ja, als je dan heide terugbrengt, heidemaaisel, dan slaat dat veel eerder aan. Ja. Want tussen die dichte grasmat, daar kiemt de hei gewoon niet.